weer zijn flamboyante zelf geweest. Want hij heeft gezegd dat hij wel eens zou mogen opgeroepen worden voor de Rode Duivels. Kijken of hij zijn call-up gaat verdienen. Ja, dit was zeker geen slechte streep van Prishchenko. Die dus een Belgische nationaliteit heeft. Maar geen fout gegeven door Letellier. Dan gaan we opnieuw snel omschakelen. Geen buitenspel. Stalens gaat door. En daar is ook Mertens aan de tweede paal. Dit moet de eerste goal zijn van de wedstrijd. En het is wel degelijk het openingsdoelpunt van SK Deinze. Net voor het half uur komt Deinze 0-1 voor. En Lennart Mertens, als hij een goal maakt, dan staat hij garant voor een speciale viering. De paas van Almenara en dan gaat de zee open. Wat een ruimte voor Alessio Stalens. Geen buitenspel. Het is denk ik vooral Ruben Seijgers die de buitenspelval opheft. En dan is er een zee ook van ruimte voor de spits van dienst. Lennart Mertens, hij tikt hem makkelijk binnen. En loon naar werken zullen we maar zeggen voor SK Deinze dat een goed eerste half uur speelde. Er was nu net in de laatste minuten een betere periode van Zultenwaregem. Het vallen en opstaan, die bal meegeven met Almenara. Zultenwaregem geeft veel te veel ruimte weg en Mertens gaat zijn tweede maken. Nee, tegen het doelkader. Maar er is nog een herneming. Hier is Almenara. Ook deze gaat er niet in. Wel, wel, wel. Zultenwaregem ziet de afgelopen. Met toch even snel tellen. 7 spelers ongeveer die echt wel gemiddeld voorbij die middenlijn voetballen. Dus Deinze kan zijn wil meer opleggen. Want daar zijn ze opnieuw met Mertens. Die gaat trappen en die gaat bijna scoren. En Diallo, niemand centraal als aanspeelpunt, dus het moet naar Vossen. Het kon niet anders. Geeft hem mee, dat is heel mooi gezien. Voorzet kan komen van Traoré, daar komt hij, maar geen goeie. Vossen nog, oh en wat een save, Nacho Miras. Nu al misschien met de parade van het weekend. Ruben Seijgers met de paas vooruit. De Kosteren. Vormer meteen doortikken. Hier is Jelle Vossen. Jelle Vossen met de gelijkmaker. Jelle Vossen gaat scoren. Wat een doelpunt van Zultenwaregem. Schitterende goal. Heel snel gaat het richting de overzijde. Richting het doel van Nacho Miras. Die dus niet gaat tekenen voor zijn derde clean sheet dit seizoen. De doelman van Deinze is geklopt. Aan het trekken is Jelle Vossen met de goal. Goeie aanval over de rechterkant. De Kosteren, Vormer en de collectie van Knokke Heist, zullen we maar zeggen. Zij doen het. Vormer en Jelle Vossen, maar die had wel nog wat werk voor de boeg. Prishchenko wist niet goed waar de bal was. Jelle Vossen al dansend rond die bal en dan kan hij hem toch wel degelijk in de verste hoek plaatsen. En er worden veel meer duels gewonnen daardoor. De Munk nu. Behoudt hij het overzicht? De Munk met de 45 bijna Gano en hier is nog Vossen. Daar is de tweede goal van Zultenwaregem. En het is opnieuw de aanvoerder. De vlag blijft beneden. Zultenwaregem heeft de zaken helemaal omgekeerd. En daar is één persoon vooral voor verantwoordelijk wat doelpunten betreft. Jelle Vossen met zijn tweede doelpunt. Hem van 0-1 achter naar 2-1 voorgekomen. De Munk met de paas terug. Het schot van Gano en inderdaad Frederik Dollander nog in zelfs. En scoorde ook. Hier is Suleiman An nu met ruimte. Suleiman An met een geweldige paas. Brakke gaat scoren. Nee! Nee! Hij gaat niet opnieuw de held van de avond zijn voor. En die lijkt het niet te gaan worden. Tot het einde van de wedstrijd gefloten in de Elindus Arena. Zultenwaregem viert recht. Zultenwaregem met een big smile tot achter de oren.